Sabine. Mm. Ah, wel, we gingen om 11 uur toch de scène opnemen, Harry en Tilly. We hebben het werk neergelegd, Annie. Hoezo, waarom? De VRT heeft juist 67 naakte ontslagen aangekondigd. Oh, je meent dat niet. Ja, ze hebben het vanmorgen zelf aangekondigd. Zonder eerst door te nemen met de vakbonden. Jezus, wat een soap is dat hier? Geen grijntje respect, joh. En straks... 67 man thuis. Alsof ik nog niet genoeg miserie heb. En hoe is het nog met de kleine Robin? De zoon van 10 jaar die in een rolstoel belandt. Dat is toch niet eerlijk, hè, Danny? En nu dreig ik nog op straat te belanden ook. Sabine. Erik, moet jij onze levens niet aan het verpesten zijn op de raad van bestuur van de VRT? Sabine, ik wil u niet kwijt. Jij bent de meest geweldige cameravrouw die VRT ooit heeft gehad. Is dat echt? Erik, stop ermee. Speel toch niet met haar gevoelens? Danny, ik heb u niks gevraagd, hè. Erik, ik heb slecht nieuws. Danny is dood. Wat? Dat meent je niet? Nee, ik ben niet dood. Ik ben gewoon een koffie gaan halen in de kantine. Een niet-reglementaire koffiepauze. Danny, hoe durf je? Het is wel Daniel nu, hè? Het kan me niet schelen. Je bent ontslagen. Oeh. Ga jij mij ontslagen? De moeder van uw toekomstig kind. Wat? Ja. Dat kan toch niet? Sabine, ik zweer het. Ik heb die vrouw nooit... Inderdaad. Dat was ik. Erik. De kwaadaardige Duitse dubbelganger van Erik. Sabine? Zeg... aan de kleine Robin, dat ik van hem hou. Nee, oh, nee, Sabine! Volgende week. Oh, amai. Blij dat de scenaristen niet meer staken. Nou, hopelijk worden de verhaallijn terug iets geloofwaardiger. Helen! Er is brand in de studio. Ah, en ik ben plots blind geworden. En ik heb twee baby's verwisseld.